Assalamu alaikum iedereen, hallo allemaal. Ik ga vandaag een chocoladecake maken. Ik heb nodig eieren, bloem, bakpoeder, bastardsuiker. Ik gebruik deze. Vanillesuiker, snufje zout, olie, melk, cacaopoeder. Ik gebruik deze. Citroenrasp en een reep melkchocola. Bismillah, we gaan beginnen. Bismillah, voor ik ga beginnen zet ik eerst mijn oven op 160 graden aan. Bismillah, ik begin eerst met de eieren. Ik ga hier de bastardsuiker en de vanillesuiker bij doen. En citroenrasp. Deze ga ik goed met elkaar mixen. Ik ga nu de olie een beetje bij beetje toevoegen. Zo, dit is klaar. Ik ga nu de cacao bij de bloem inzegen. En de bakpoeder. Zo, dit ga ik een beetje door elkaar mengen. En dit ga ik beetje bij beetje toevoegen. Nou, dit is klaar. Ik ga het met een spatel een beetje doorspatelen. Ik heb hier mijn bakvorm. Een beetje olie. Ik doe mijn bakpapier op de bodem. En de randen ga ik goed invetten met de olie. Zo. En hier gaat mijn beslag in. En dit ga ik op 160 graden bakken. Over 4 minuten laat ik jullie nog straks in de beschrijving weten. Bismillah. Ondertussen ga ik mijn chocola smelten. Ik heb hier een pannetje met water. Ik zet hier een kommetje in. En hier gaat mijn chocola in. Deze ga ik op het vuur zetten. Tot hij gesmolten is, maar pas op dat er geen water in komt. Mijn chocola is gesmolten. Maar ik laat hem nog wel in heet water staan tot ik hem nodig heb. Nou, mijn cake is klaar. Ik ga hem weer uithalen. En ik ga hem volledig laten afkoelen en dan pas op mijn bord draaien. Mijn cake is nu volledig afgekoeld. Ik ga hem nu omdraaien. Ja, ik ga de papa
lapjes eraf. Ik ga de randjes heel dun wegsnijden. Nu verseren. Ik heb hier ook een spuitzak en een beker. Hier gaat mijn chocola in. Ik ga hier een heel klein puntje van afsnijden. En hiermee ga ik mijn cake verseren. Ik begin bij deze hoek. Dan draai ik hem om. En dan begin ik weer tegenovergestelde bij deze hoek. Ik ga ook de randen doen. Ik ga het straks wel in vierkantjes snijden, maar je kan het ook gewoon zo heel laten. Ja, dit is klaar. Ik ga hem nu in de koelkast doen om hard te worden. Daarna ga ik het in blokjes snijden en dan leg ik het op papieren vormpjes. Mijn cake is nu hard geworden. Ik ga hem in vierkantjes snijden en op papieren vormpjes leggen. Ik ga hem even kijken, ongeveer zo. Ja, bismillah. En dan ongeveer zo groot snijden. Zo. Dit ga ik op een papieren vormpje leggen. Zo. Ik ga ze allemaal in vormpjes leggen en dan laat ik jullie straks het resultaat zien. Ja, dit is het resultaat. Zo zien ze eruit. Dit is de binnenkant.
Die zijn heel zacht en luchtig. En dit is de bovenkant. Nou, dank jullie wel voor het volgen. En wie weet het volgende keer, inshallah. Assalamu alaikum. Doei doei.